Soms zijn we jaloers op het luxueuze leven van de rijken. Hun auto's zijn altijd de beste en over hun huizen kunnen we beter zwijgen. Maar hoe zit het met hun eten? Misschien kan je beter even wachten om daar jaloers op te zijn, want het blijkt dat de rijken de vreemdste dingen eten die je maar kan voorstellen. Van kattenpoep tot alligatorvlees, hier zijn enkele vreemde voedingsmiddelen die alleen de rijken kunnen kopen. Yeah! 10. Vogelnestsoep. Wat doe je als je een vogelnestje op onhandige plaatsen rond je huis ziet liggen? Als je, zoals de meeste mensen bent, zou je niet aan denken om het op te eten. Het klinkt gek, maar vogelnestsoep is behoorlijk populair in China. Een kom van deze lekkernij kost ongeveer 1900 euro. Als de prijs je niet afschrikt, wacht dan tot je ontdekt dat het vogelnestje eigenlijk bestaat uit gedroogd vogelspeeksel van zwaluwen. Takjes en andere onzuiverheden worden eruit gehaald, waardoor het smakelijke vogelspeeksel overblijft om te eten. Je kan het zelfs gebruiken in andere gerechten zoals salades en nagerechten. Waarom is het dan zo populair? Volgens de Chinese traditionele geneeskunde wordt verondersteld dat het de jeugd helpt behouden en een gezond lichaam bevordert. Als de beweringen waar zijn, zou dat verklaren waarom veel mensen bereid zijn zoveel geld te willen betalen om te kunnen proeven. 9. Koppie Nouak. Zou je poep eten? Ik weet, een stomme vraag. Natuurlijk zou je dat niet doen. Ik bedoel, wie zou dat wel doen? Maar voor je antwoord geeft, bekijk dan eerst deze volgende lekkernij. Koppie Nouak is 's werelds duurste koffie. Je moet tussen de 95 tot 190 euro betalen om een kopje van deze koffie te bemachtigen. Dat lijkt een overdreven prijs, zeker als je bedenkt waar hij vandaan komt. Koppie Nouak heeft ook een andere naam. Het heet poepkoffie en dat komt omdat het van poep gemaakt wordt. Of liever, het wordt gemaakt van koffiebonen die door de civet verteerd en uitgepoept worden. De verteringsenzymen in de maag van deze katachtige wezens veranderen de structuur van de eiwitten in de koffiebonen, waardoor de zuurgraad verdwijnt. Met als resultaat een veel smeuiger kopje koffie. Ja, ik denk dat ik het maar bij mijn onverteerde cappuccino van Starbucks houd. 8. Kazumatsu. Als poepkoffie te eng voor je is, wat dacht je dan van maden in je kaas? Nee, ik maak geen grapje. Met maden gevulde kaas bestaat echt en het wordt in sommige delen van Italië zelfs als een delicatesse beschouwd. Europese landen staan erom bekend dat ze verschillende variaties bedenken op de lekkerste kaas. Maar misschien komt de meest bizarre wel van het Italiaanse eiland Sardinië. Een met maden besmette kaas. Ja, elke hap geeft je een gevoel van levende maden. Noem het griezelig of eng, maar Kazumatsu kaas is de zeldzaamste kaas ter wereld. Hij wordt ook beschouwd als de gevaarlijkste, om voor de hand liggende redenen. Hij wordt opzettelijk geïnvesteerd met een insectenlarve die bekend staat als de kaasmade, om hem een heerlijker, romiger en een meer kazige textuur te geven. Kazumatsu kopen of verkopen is illegaal, maar er zijn berichten dat het op de zwarte markt voor zo'n 190 euro per halve kilo over de toonbank gaat. 7. Insectenijs. Als je dacht dat vogelnestsoep het vreemdste was wat iemand kon bedenken, wacht dan tot je ontdekt wat Gourmet Grub aan het maken is. Deze Zuid-Afrikaanse start-up maakt ijs van insectenmelk. Ja, blijkbaar bestaat dit echt. Het heet entomelk en het is eigenlijk een alternatief voor zuivelmelk. Dus als je lactose-intolerant bent en hunkert naar een bolletje heerlijke, romige goedheid, dan is dit insectenijs misschien het antwoord. De entomelk wordt gemaakt van gemengde larven van de zwarte soldaatvlieg en zou het ijs een smeuïge en rijke textuur geven met een aardse ondertoon. Met dit concept probeert de start-up duurzamer en milieuvriendelijker ijs te maken dan het traditionele. Tot de jakreactie die de meeste mensen hebben bij de gedachte aan het eten van insecten kunnen doorbreken, is dit ijs alleen een luxe artikel, waardoor het duurder is dan gewoon ijs. De start-up biedt ook andere interessante insectengerechten aan, zoals mopanenworm polenta frietjes. 6. Vleermuizensoep. Het enige dat meer verdacht is dan raar eten is speciaal eten dat veel geld kost. En de volgende maaltijd past perfect in het plaatje. Als ik een vleermuis tegenkom, is het laatste wat het in me op zou komen hoe ik er voedsel van kan maken. Maar ik ben in de minderheid, want het blijkt dat er veel mensen in de wereld zijn die veel geld zouden betalen voor vleermuizensoep. Deze soep is zo exclusief dat een kom tot 475 euro opbrengt. De soep wordt meestal gemaakt van vleermuizen die in beboste gebieden boven in de bomen leven. De vleermuizen worden gekookt in kokosmelk met gember en andere specerijen. De soep wordt dan opgediend in een grote kom met de vleermuizen recht naar je staren terwijl je koudt en het vlees eruit zuigt, zodat alleen de botjes en misschien wat vacht achterblijven. 5. Konokuro. Vervolgens hebben we weer een koffieboon die uit het achterste van een dier komt. Deze keer is het geen kat die het uitpoept, het is een olifant. Olifanten zijn statige wezens die door sommigen beschouwd worden als de meest waardevolle dieren op de planeet.
Het lijkt erop dat mensen niet alleen bereid zijn de wet te overtreden om slagtanden van olifanten in handen te krijgen, maar dat er ook een vreemde waardering is voor hun poep. Een Japans bedrijf, de St. Gallen Brouwerij genaamd, vond een manier om koffiebonen die door een olifant zijn gegaan om te zetten in bier. Het bier heet dus chocolate stout, maar het bevat geen chocolade. In plaats daarvan is het hoofdingrediënt mest die verzameld wordt van de olifanten in Thailand's Golden Triangle Elephant Foundation. Je zou denken dat, omdat het mest is, het wel goedkoop zou zijn, maar nee, het bruine goedje kost €95 voor 35 gram. 4. Alma's caviar. Caviar, gemaakt van gezouten visseitjes, is reeds een van de duurste dingen die we kennen. Maar de zeldzaamheid van Alma's caviar maakt het nog kostbaarder. Een winkel vinden die een blikje van deze bijzondere visseitjes verkoopt, is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Alma's is een van die voedingsmiddelen die niet zomaar overal te koop zijn. Om het te kopen moet je naar een van de schaarse, selecte caviar house en prunier winkels in Londen gaan, de enige plaats ter wereld waar het verkocht wordt. De winkel verpakt de caviar per kilo en doet het in een blik van 24 karaats goud. De prijs? €23.000. Omdat de winkel inziet dat dat meer is dan wat de meeste mensen zich kunnen veroorloven, creëerde het een kleiner blikje waarvan je kan proeven voor slechts €1.100. Nog steeds duur, maar toch betaalbaar. 3. Dentsuke zwarte watermeloen. In 2006 bracht een Jumbo zwarte watermeloen die in Japan geveild werd een recordbedrag van €5.872 op, waarmee het de duurste watermeloen werd die ooit verkocht werd. Het is moeilijk te geloven dat gewone watermeloen voor zo'n duizelingwekkende prijs zou verkopen, maar dit is geen gewone watermeloen. De Dentsuke watermeloen staat bekend als de duurste watermeloen ter wereld en hij kan minimaal €240 tot €5.776 per stuk kosten. Dus nee, de veiling was geen eenmalige toevalstreffer. Deze watermeloenen zijn dan ook uiterst zeldzaam. Ze groeien alleen op het eiland Hokkaido in Japan met een oogst die slechts enkele tientallen vruchten oplevert. Afgezien van zijn zeldzaamheid is er echter nog iets wat hem uniek maakt. Zijn hardheid en knapperigheid zijn gewoon perfect, om nog maar te zwijgen van de heerlijk zoete smaak. Dit brengt ons bij de vraag, is het de prijs waard? Wel, tenzij je ergens zoveel geld hebt rondslingeren, zou je er nooit achter komen. 2. Witte Alba truffel. Het duurste gerecht ter wereld ziet er rottig en onsmakelijk uit, de witte Alba truffel. Deze lelijke klonten schimmel zien er misschien grappig uit, maar de Alba witte truffel is verbluffend lekker als hij over pasta of eieren wordt geschaafd. Afgezien van hun geweldige smaak zijn ze moeilijk verkrijgbaar, met als gevolg een torenhoog prijskaartje. Toch zijn ze erg in trek. In sommige gevallen kosten ze bijna €9500 per 1 kilo, maar zelfs dat is nog niets vergeleken met wat deze truffel opbracht. Een enorme witte Alba truffel van ongeveer 1,51 kilo werd ooit voor meer dan €125.000 verkocht aan een investeerder uit Hongkong en zijn vrouw. Yep, iemand op de wereld had er geen moeite mee zoveel geld uit te geven aan een schimmel, waarmee de plaats van de witte Alba truffel als het duurste voedsel ter wereld verstevigd werd. 1. Alligatorvlees. Dit is misschien niet de duurste delicatesse op deze lijst, maar zeker wel de vreemdste. Wat je aan deze lijnen ziet hangen zijn gevilde alligators. En dit is ook geen filmscène, het is een echte plaats in Mato Grosso do Sul, Brazilië. Eigenlijk is deze plaats het grootste slachthuis van Brazilië en ze zijn gespecialiseerd in alligatorvlees. Dit is misschien niet je eerste keuze van vlees. Maar voor velen is het het lekkerste wat geld kan kopen. Ik bedoel, dat moet ook wel, wil zo'n enorm slachthuis aan gewijd zijn. Elk jaar produceert het slachthuis zo'n 363 kilogram uitgebeend krokodillenvlees, dat de plaatselijke bevolking en andere liefhebbers van krokodillenvlees in andere landen als Spanje en Portugal bevoorraden. Zou je krokodillenvlees eten? Laat je gedachten horen in de comments.